Hoi en wat super leuk dat je kijkt naar een nieuwe kerstvideo. We gaan aan de slag met deze topper, een extra kerstvideo. Heel erg leuk, we gaan er een mooi bloemstuk van maken. Hè? Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle kerstvideo's, maar ook in het nieuwe jaar. Alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Dit bloemstuk is dus totaal niet moeilijk om te maken. We gaan hem gewoon versieren, maar wel heel erg leuk. Dat doen we gewoon door middel van warme lijm. We gaan kerstgroen maken, erop doen, maar ook wat versierseltjes. Je kan eigenlijk van alles gebruiken. Je kan het zelf thuis ook nog dingen aan toevoegen. En je kan ervoor kiezen om hem helemaal op te maken, dus helemaal in het midden. Je kan ook alleen de zijkant doen. Ook heel erg leuk om samen bijvoorbeeld met kinderen te maken. Dus ga gewoon lekker aan de slag. Allereerst knip ik de kerstgroen alvast op de gewenste lengte. En ik kijk ook alvast een beetje hoe ik het wil neerleggen. Je kan verschillend soort kerstgroen gebruiken. Ik gebruik wel kleinere stukjes. En die lijm ik er straks gewoon op. Ik denk dat ik het leuk vind aan één kant, maar je kan ook beide kanten doen wat je zelf leuk vindt. Ik heb hem dus aan één kant opgemaakt. Je kan hem ook helemaal doen wat je zelf dus leuk vindt. En nu ga ik verder versieren met allerlei leuke materiaaltjes. En dit kan je op groepen doen. Dit kan je gewoon verdelen wat je zelf leuk vindt. En dan een paar kleine kerstballetjes die ik er ook nog tussen lijm. Als je dan een andere kleur hebt, dan kan je die natuurlijk zelf toevoegen. Misschien heb je thuis wel een aparte kleur. En heb je nog wat kerstballetjes over, dan kan je daar natuurlijk helemaal naar wens doen. En dan hebben we echt een prachtig mooi sfeervol kerstboompje. Ik doe even de lampen uit, dan kun je zien hoe leuk dat lijkt. Ja, en dan hebben we echt een heel mooi en luxe boompje. Je kan hem zelfs nog op een hysterische stand zetten. Kijk. Ook best grappig, ik hou meer hiervan, maar het is wel heel erg leuk en echt een luxe boompje. Je kan hem ook buiten neerzetten, dus dat is ook heel erg mooi bij de voordeur bijvoorbeeld. Of voor het raam, misschien heb je wel een ander plekje, een leuk veranda of wat dan ook, waar je ook kerstfeer wil hebben. Ook heel mooi om met kinderen te maken, omdat het niet moeilijk is, maar wel heel erg leuk. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En wil je niks missen, vergeet dan vooral niet te abonneren. En me te volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook altijd heel veel als er wat leuks aankomt. Dus daar kan je me ook volgen. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!